Ja, je zou het niet in eerste instantie zeggen, maar dit is dus muskuskruid. De bladeren zijn toch vrij breed, terwijl ze normaal heel fijn gespleten zijn. Maar het ultieme kenmerk zit in de bijkelk en de vrucht. Dat hebben we ook al bij die vijfdelig kaasjeskruid gezien. Hier zien we dat die bijkelkbladeren, dat zijn die onderste kelkblaadjes, dat die vrij smal zijn. En dan de vrucht, ik heb er al een geplukt. Hier die vrucht van wat dichterbij, heel erg behaard. Ja, een prachtig sprekend voorbeeld en verschil met dus vijfdelig kaasjeskruid dat een onbehaarde vrucht heeft.